En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Devil May Cry. Vorige aflevering hebben we iets fucking gruwelijks gezien. Dat Dante gewoon verandert van vorm en haarkleur en... Echt, ik had nog steeds niet geloven dat ik dat had. Dat was echt fucking gruwelijk. En, wacht, hier even spinnen. Zo. En, ik neem aan dat het nog wel van pas komt. En wat hebben we hier? En kom op. Kom op. Dante, je hebt al laten zien dat je wat meer kan dan dit. Ja. Nou pak ik jou ook terug ook. Hebben we nog meer? Yeah. Ik denk eerst die demon maar eens gaan doen. Want die demon... Die verspilt best wel veel tijd. Yeah. Zo doen wij dat. Dante die staat echt nu met vuur, met volle kracht te spelen nu. Oh, hier. Hebben we? We hebben er twee. Oké, okay, items. Devil Trigger Cross. Increase Dante's maximum trigger by 20%. Ja, maar daar heb ik nu niet zo heel veel aan. Dus ik ga deze denk ik even doen. En... Restore all dentists. Restore some of dentists. Devil trigger. Nee. Ik ga voor de leven. Daar heb ik iets meer aan. Wacht, ik had natuurlijk nog twee upgrades. Even kijken. Rebellion. Nee. Arbiter. Smash. Ja, ik ga voor de smash en voor de trap. Of voor de flush. Nee, ik ga voor de drop. Zo, goed. Ik moet niet te lang treuzelen, want dat duurt alleen maar langer hier. Ah, nee, nee. Ah, kut. Ja, fuck jou, die hoef ik niet. Oh, ik kon er vanaf hier ook bij. Oké. Okay. Komt er van vier bij? Vast wel. Als ik ver genoeg haal, juist. Ik wil zeggen, als ik ver genoeg kom, dan... Of tenminste, ver genoeg spring in het begin. Oké. Okay. Hier hebben we ook nog een stuk. En... Juist. Ik heb het idee dat hier weer... Ja, zie je wel. Fallen Harpy. Harpy's wing can be stored using Dante's firearms. Be sure to act quickly as the wings... Grow back in time. Oh! Oh, fucking hell. Who the fuck? Zo, dat die. En... Hey! Hier blijven. Nee! Kut. Ik wil zeggen, jij gaat niet weg. Hier komen. Omhoog. Zij. Hebben we er dus nog wat? Ja, dus. Ik haat dat stuk erachter, want... Ah.
Oké, prima. Jij vraagt wat van mij. Zo doen we dat. Ik word gek van jou, dus ik doe jou er ook maar even bij. Hier. Nice. Oh, niet nog meer van die dingen. Het houdt me niet op hier, kom op. Oh. Ik had de demo nog niet gezien. Nee, dat gaat niet lukken. Kom op, ga door je schild heen. Nice. Demon is ook dood. En dan alleen jou nog. Dan hoop ik dat ik haar kan killen. Of hier. Schiet ik ze gewoon op afstand dood. Kijk, hè. En ik zag hier inderdaad nog van die kokonnetjes. Kokonnen die geven natuurlijk al best wel veel levens en zo. Of tenminste, je kan in ieder geval. Ik wil zeggen, kom op. Oh, hier hebben we nog levens. Kan ik hierin? Run of gold keys. Ik mis namelijk wel ook een hele hoop sleutels. Daar ben ik ook niet zo heel blij mee eigenlijk. Oké, okay. Dan moet ik dus hier toch naar links. Hoe de fuck komen wij hier dan uit? Moet ik gaan serieus door die deur heen dan? Nee toch? Nee, oh hier, wacht. Nou, dit stuk was natuurlijk dicht. Ga ik er wel vanuit dat ik hier ook weer moet? Ja of niet? Kan ik niet vanaf de andere kant? Hoe de fuck kom ik hier dan? Hoe de fuck kom ik daar dan? Oh, wacht. Kijk. Hier heb ik in ieder geval iets. Oké, nou moet ik zoeken. Ik hoop nog niet dat het te lang duurt dat zoeken. Kom op, ja. Toch het idee dat ik hier of hierin moet of hier langs moet. Mijn gevoel gaat wel uit naar deze kant. Ah, kijk. Ik had wel een vermoeden hoor, maar mijn vermoedens die kloppen wel eens niet, dus ging ik ook niet meteen vanuit. Dat was wild. Ja, maar toch vertrouw ik hem niet. What is it? You found your inner devil, all right. But you have yet to discover your full potential. Mainly, I just want to kill the demon king named Mundus. And if you do kill Mundus, who would take his place? Nee. Nee. Oh mijn god. Oké, keer 6. Complete B. Upgrade plus 2. Oké, nou ja, goed. Dan hebben we in ieder geval iets goeds gedaan vandaag. Ja, ik maak er even een korte aflevering van. Ik hoop misschien volgende keer dat ik een langere aflevering doe. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het gewoon een duimpje. Abonneer als je het nog niet gedaan hebben. En ja, ik zie jullie de volgende keer wel weer. Dus, mazzel.